Laten we kijken naar de uitslagen van de wedstrijden gespeeld tot en met de eerste wedstrijd van vandaag. En die eerste wedstrijd van vandaag ging tussen Notch en Slee. Voor was SNL 2-3, Inter Wanica Robin Hood 0-10. Flora won gisteren met 8-0 van Santos. PVV Leo Victor 2-1. En Notch die won vanavond van Slee Junior met 2-1. De stand van zaken ziet er als volgt uit. De tweede wedstrijd van vandaag, die hebben we dus niet verwerkt op deze standenlijst. Robin Hood heeft 19 wedstrijden gespeeld, 47 punten. Inter Mogotapo met 18 wedstrijden, 38 punten. Transvaal 17 duels, 33 punten. Notch heeft ook 33 punten, alleen hebben ze een wedstrijd meer gespeeld. PVV staat vijfde met 30 uit 17. Leo Victor is zesde met 28 uit 19. Voorwaarts heeft 28 uit 18. En Flora heeft 21 uit 17. Brokje is negende met 20 uit 18. SNL heeft 19 uit 19. Slee Junior heeft 18 uit 19. Inter Wanica staat op de even de laatste plaats met 12 uit 18. En Santos is de hekkensluiter met 6 punten uit 19 wedstrijden. De topscorer is nog steeds ongenaakbaar op dit moment op de eerste plaats. Shaquille Cairo van Robin Hood met 22 goals. Garfi Kwelling heeft er 16. Lalani Toy van Transvaal heeft 13 doelpunten. Shelton Akoy van Brok heeft 12 goals. Tafarel Doku van Leo Victor en Fernando Hoepel van Voorwaarts hebben beide 11 doelpunten.